Voilà, het is vandaag 10 december 2017. Een graad, 7 buiten. 13,5 binnen ongeveer. 9:45. En we gaan een keer kijken buiten. Ja, het is aan het sneeuwen. Wat een prachtig zicht. De sneeuwvlokken vallen momenteel wel. Wat smeltende sneeuw, maar het is wel dus heel prachtig. Voilà, nu is het tijd voor het ontbijt. Dus wat eet ik zo allemaal 's morgens? Normaal gezien muesli. En dan nog een stuk brood met confituur, een koffie of thee. En ook lekkere olie. Dus ik zal het eventjes in details tonen. Ik heb hier mijn muesli. Dat is toch wel een van de beste mueslis die ik tot en met nu gegeten heb. Dat is de muesli van Albert Heijn. Krokante muesli chocolaat, dat is echt excellent en veel beter dan de andere. Dan heb ik ook een nieuwe confituur hier gevonden, dat is van een Marokkaanse winkel. Dat is het merk Aisha. Die confituur is super lekker, beter dan de andere nog. Dit kost ook iets van een 2 euro. Iets meer dan een tweetal euro, want dat is echt excellent. We hebben die ook in abrikozensmaak. Dan ook heel belangrijk 's morgens de dadels. Zo, ook zeer goed voor de gezondheid, heel lekker. En dan ook de olie. Dat is zo van een olie dat je met je boterhammen kan eten. Super lekker ook. Voilà, zo. En met het Frans brood is dat super lekker, 's morgens. Dus dat is zo wat het ontbijt. En dan ook die koffie van Zanne Natura. Is ook niet zo sterk in cafeïne nu. Oploskoffie, dus ook heel lekker. Voilà, het is nu tijd voor het ontbijt.